Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto van 10 voor 8 vanochtend zien we dat de bewolking overheerst in Nederland en uit het wolkendek valt ook nog een tijdje regen. Het regengebied zal in de loop van de ochtend het land geleidelijk aan gaan verlaten richting het noordoosten en dan wordt het uiteindelijk op heel veel plaatsen droog. Vanmiddag schijnt misschien af en toe even de zon, een enkele bui kan er nog wel voorkomen. Het wordt zeer zacht voor de tijd van het jaar, 10 tot 13 graden. En daarbij water er ook nog eens een matige tot een zeekrachtige zuidwestenwind. Vanavond gaat die wind wat afnemen. Vanuit het zuidwesten gaat het aan het einde van de avond het wel weer opnieuw regenen. De komende nacht gaat de wind dan juist weer aantrekken en wordt morgenochtend misschien aan de zee zelfs hardwindkracht 7. Morgen overdag, periode met regen, 11 tot 13 graden. En ook tijdens de jaarwisseling trekken wat buien over het land en is het dus zeker niet droog. Op maandag, opnieuw, periode met regen, met name in het zuiden van het land. Dinsdag en woensdag ook een aantal buien. Middagtemperatuur die ligt dan rond een graad of 8. En daarmee is het nog steeds aan de zachte kant voor begin januari. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.